Welkom bij alweer de 16e aflevering van Sassendonk TV. Vandaag gaat u op bezoek bij de hofkudrier van de Eileuvers en ontwerpsters van eervolle kleding voor diverse Sassendonkers. Onze eigen Margriet Veldhuis. Zelfs voor mij heeft ze ooit nog eens een prachtig pak gemaakt. Wiegel, goedenavond. We zijn vandaag in het Verre Stadshagen op bezoek bij Margriet, de hofnaaister van de Eileuvers. En we gaan eens even kijken wat ze allemaal te vertellen heeft over al die jaren dat ze hier al naaien is geweest voor die lui. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen, hè? Want wie heb je met hem? Nou, kijk eens. Ja, Hans de Berry dan. Hij is er weer. Bijzonder zijn met hem aan de tand voelen. Zijn kijken wat er allemaal wat ze te vertellen heeft. Heb je nog een kritische vragen? Ik heb vooral gehoord over bepaalde pakken. No. Dan moet je maar zeggen, maar achteraan hoe dat precies met morgen en dat soort dingen. Oké, okay, zullen we zijn bellen? Ja. Bel een keer als je thuis bent. De bellen doet het. De bellen doet het. Ja, ik zie ook al wat. Ik zie al wat. Ik zie al wat. Wat ben jullie hier dan? Nou ja. Wat doen jullie hier joh? Wie komt maar zijn kijken bij de hofnaaister? En de opvolgster natuurlijk. Ben jullie met z'n tweeën? Nee, je hebt onze Gerd ook bij ons. Gerd heb je bij ons. Dat is gezellig. En die gaat altijd op afstand naar Wiegel, hè? Want Wiegel die praat altijd de mooie filmpjes in. Ja, dat weet ik, Dus Wiegel is er altijd bij. Wie betrekt Wiegel ook altijd. Hé, Wiegel! Nou, zullen we naar binnen gaan? Ja, kom maar naar binnen. Het is koud. Wasser, bier op. Nou, zo. Gezellig. Nou, dit was gezellig. Ik wil het wel een verrassing in mijn hart. Nou, gewoon met een nieuw verhaal. Je bent er nog stille van? Ik ben er helemaal stille van. Nou ja, daar kan ik me best niet van voorstellen. Wij zitten dan meestal, wat gaan we doen? Nee, we gaan even zo zitten met het gereedschap. Nou. Geldt in ieder geval altijd gereedschap. Dus, ik ga in mijn hoekje zitten. We zitten gewoon even. Ben je Margriet? Ja, gezellig. Ja, het is eigenlijk, we zijn dan niet eigenlijk de hofnaaister van Eileuvers, maar volgens mij doe je ook voor veel meer andere dingen. Ja. Of niet? Ja. Hoe is dat ooit zo gekomen? Hoe lang geleden is dat? Dat ik met de pakken van de Eileuvers, de prinsenpakken, is 20 jaar geleden. Ja, 20 jaar geleden. Maar voor die tijd deed ik natuurlijk ook al heel veel voor... Jan Fransen en dan noemde dit gemeente Zwolle, ja. College, hè? Ja, voor de college en wethouders. En ja, dus eigenlijk nadat ik gescheiden ben ik dus echt heb ik me daar opgestort. Maar dat is inmiddels al 21 jaar geleden. Dus lekker bezig. Bezig zijn. Ja, Jan Fransen die belde mij toen. En die zei van, goh, Margriet, ik heb jullie in die, wat waren de Thailand weer, wat met die grote dingen op de kop. Hij zegt, zou je voor mij ook een pak willen maken? Ik zei, nou natuurlijk. Dus die kwam met de chauffeur van de brandweer, die moest buiten blijven zitten in de auto. Ik zei, met die jongen geen koffie, wil je? Ja? Nee, hoe zegt hij, daar wordt hij voor betaald. Nou, dus hij is meer dan middag bij me geweest. En toen hebben we het pak uitgezocht, dat ging als Indiase apengod aan een man, maar hij wou dus helemaal onherkenbaar, logisch natuurlijk. Ja, ja. Die dacht misschien kom ik nog wel, hè? Je weet wat. Nou, Sander Dol was van de Stadswacht en Gerrit van de Kooi, dus die liep me zo vaak niet. Oh, wat man, prof me er niet van. Dus, maar hij was helemaal onherkenbaar. Dus hij kwam naar me toe en niemand wist het, dus hij zei van... Oh, wat is dit leuk, wat is dit leuk. Maar het was ook een carnavalsvierdag. Ja, ja. En zo is eigenlijk met Arie van Zanten en met Stini. Ja, ja. Ja, al die jaren al. Hè, ja. Dat is al vanaf dat die kinderen... Ja, Ritsje was 6. 7. Nou, Ritsje wordt nu... die is van 69, dat kunnen we nog wel. Ja. Ja, die is 47, 48. Nou, zo lang ben ik aan bezig, hè. Ja. En... nou ja, zo langzamerhand. En toen kwam Jan Stappenbelt naar me toe en toen zeggen van Margriet, we willen heel graag dat een Zwolse naaister het prinsenpak maakt. Want ze waren altijd in, weet ik, in het rond, waar zijn we gezeten. Nou, ik vond dat natuurlijk een hele eer. Ja. En ik zei, nou dat vind ik hartstikke leuk om dat te doen. Nou, zo is het eigenlijk, en toen
waarschijnlijk voor. Dat was onze eerste, tenminste mijn jubileumprijs. Ja. God, wat een drama met die kerel. Die was er nog zo dik. Hè. Pak was te klein. Alles uitleggen. Ik kwam binnen. En normaal doen ze het nooit, hè, dat een prins voor die tijd komt. Hè. Nee. Ik weet nooit wie het is. Hè. Nee, het is nee. Ieder jaar weer van mij een verrassing. Nou ja, met hem konden ze niet anders, want nee. Ja, dat had meer volume, jongens. Draai wel een lapje stoffeneur dan. Ja, en dan kwam de kamer en ik zei, dat pak, dat past helemaal niet, weet je wel. Dat was de eerste wat ik zei, hè. Ja, dat is je oog en je ziet dat gelijk. Ja, zeg maar, ik kom voor een interview voor de Pimperbus, weet je wel. Of weet ik wat van de een of andere kant, hè. Zei, nee, dat pak, dat past niet. Dat pak, dat past helemaal niet. Iedereen had weer lachen, natuurlijk. En dat paste nog niet, dus er moest in de rugpad nog zo'n stuk bij je, met die rits. De broek, die had er onder de broek nog, hij deed een keer zo en dan zie je die hele broek. Dus dat kan niet, dat kan allemaal niet, weet je wel. Dus weer een spie in de broek gezet, dat hij net hier zat, weet je wel. Met, ja, dubbele bretels, ja, dubbele bretels. Als we dood hebben, die broek naar beneden zo zakken. Ja, lachen jongens, hartstikke leuk. Ja, dat was, vond ik toch van hele eer, nou, toen is dat zo erg. Ja goed, dat zijn dan de prinsenpakken. Dat zijn dan de pakken die normaal nog een heleboel mensen dragen in de optocht. Ja. Dat zijn nog de dansmariekenpakken. Ja. Dat zijn nog de pakjes voor dansmariekens van verenigingen waardoor hij gevraagd wordt. Ja. Dus het blijft maar zo doorgaan en het blijft maar zo doorgaan. Ja. Maar, nou heb ik ook gehoord. Ik heb een opvolger. Nou, en die man zelf. In de meesten zullen het denk ik wel of niet vinden? Meesten, ja, bij Nijleuvers wel, want ja, dat overleg je, ik heb niks overlegd, ik heb gewoon gezegd, ik heb een nieuwe opvolger. Want ik heb al die tijd gezegd, hoe lang kan ik het nou doen? Ja. Ja, en ik moet gewoon zorgen dat ik iemand heb die me aanvoelt, die dezelfde visie mij, heeft, dezelfde visie heeft. Nou, gelukkig, Nelle is ook gediplomeerd verzorgster. Nee, stap. En die giet nou voor de haute couture. Dus die wil nog even een sapje verder. Nou, ik zou zeggen, stel haar even voor. Nou, dat is net Nel Otterloom. Zeg ik het goed? Otterloom. Otterloom. Die naam van ja, de weer, maar geen. Ach nee. En nou, via Facebook worden ze dus dat. Van wie? Ja, van Yvonne, hè? Van Yvonne. Van toen stuurde ze mijn persoonlijk berichtje. Ja. En ik heb direct gereageerd. Ik zei, goh, wat leuk weer, wat ja. Nou echt wat, hè? Ik had al wat meer op het oog. Maar ja, als ze zelf een drukke baan hebben, en die was vier, ze is en die moest hier aan de deur. Hè. Ja, ik moet iemand hebben waar ik ook kan bouwen. Waar ik kan bouwen. Ja, dat is heel belangrijk. Nou, de klik was er direct. Dat stond toevallig, ken ik al van. Heel vroeger, dat wist ik in eerste instantie ook, dat, ze zei ja, maar die en dat. Ze zei, oh, ben jij die Nel? Die Nel. Die Nel, weer wel. Ja. Ja. En nou, het klinkt ook gelijk. Ja. Dus, nou, dat is en, mooi. Toen ben ik ook gelijk. Maar, nou denk ik van, dan zit ik zo even voor minuten staan en te kijken. Ik denk van, nou, dan ben je al die pakken genaaid en dan Margriet kennende van, nou, ik ben gewoon lekker met de biertjes op de banken. En dan het carnaval is voorbij en dan kijk ik nu weer eens verder. Nee, want dat zit nee, ik heb net al verhaal over Maastricht en dus je viert nog steeds volop. Volop carnaval, ja. En ook met de carnaval zijn we toch echt 5 dagen nog hoor. Ik maak het alleen niet meer s'nachts 3, 4 uur, dat trek ik niet meer. Nee, het wordt nog 2 uur. Het wordt nog 2 uur, ja. Oh ja. Het scheelt nu, maar het scheelt al. Het scheelt nu zo. Ja, het scheelt nu. En nee, dat doe ik nog wel. Ik huppel niet meer als een gek en ik spring er niet meer, maar ik geniet. Ja. En ik denk, carnaval is voor mij geniet. Ja, ik ga naar de deurzakken schoon en ik sta gewoon aan de kant en ik ben aan het kijken en ik geniet. Ja. Ja, ik kijk naar al die kleding en denk, ja, die vind ik mooi, dat vind ik niet mooi, die vind ik wel mooi. Hè, dat van Gert was heel erg mooi. Heel gemaakt, of niet? Ja, hè, Gert, dat voor ding weer een mooi pak, hè. Dat monteren we erin hoor, hè? Ja, heel mooi pak. Ja. En past er dat niet meer, Margriet? Past het niet meer? Nee, ze klopt denk ik. Maar ik heb net gehoord, ik kan ze wel wat aan doen. Ik ga zo'n spietje tussen, hè? Ik ga zo'n spietje tussen en een geetje en dan... Nou, zeg maar rustig een spie. Nee, maar dat, ja, voor de Nelle en Manders, altijd de kleding genaaid. Op een gegeven moment zijn ze dus naar een ander gegaan, moest ook zelf weten. En ik stik in het werk, dus ik was er weer maar niet zo over. Nee.
Hè, wij nou al gezien, we moeten nou ook al zeggen van, ja. We nemen niet meer aan. Nee. Nee. Volgend jaar carnaval of dit carnaval? Dit carnaval, het is zo, we zijn zo druk, we zijn zo druk. En wat ik nog meer dan de vriendenbelt is, heb ik de pakken voor gemaakt. Voor de deur zag ik een voor Top, en hoe heet het? Top, hoe heet het? Toppie? Toppie, heb ik ook een pak nog gemaakt. Want het was Arie, maar was adjudant. En voor Jannie Bakker heb ik de pak nog gemaakt. Voor Harry en Dogger heb ik nog de jurk gemaakt. Dus ik heb voor de net en anders ook heel veel gedaan. Ja. Maar op een gegeven moment heb ik zoiets van, ja... Moet ik dat allemaal nog wat doen? Moet ik dat allemaal nog wat doen. Dus ik heb het ook niet meer aangeboden. Ik heb gewoon gedacht van, nou, als ze komen is het goed. Komen ze niet. Dan is het ook goed. Ja. Ik heb er ook weer in. Dan niet, dan wel, dan niet. Nou, gisteren kreeg ik er wel weer een pak. Ik denk, zet ik nou die. Oh, nog meer, weer wel. Dan heb ik de pipjes nog, hè, want die komen ieder jaar. Die komen altijd in weken van tevoren. Ja, die bent nooit op 10. Die bent nooit op 10, die komen altijd in weken van tevoren. Toevallig ben ik gisteren maar om te weten komen wat ze willen. Nou, dat ben ik nog iets. Maar ja, ik moet dat wel gemaakt. Maar is dat dan zeker dan, of kan het dan weer veranderen? Nee, bij de pipjes is ieder jaar, die komen ieder jaar weer mee. Nee, maar ik bedoel dat idee kan dat ze weer kunnen veranderen. Nee, hoor, dat hoop ik niet hoor, want ik word er helemaal een beetje met chocken van die jong. Maar het is hartstikke leuk om te doen. Ja. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En dan heb ik natuurlijk onze eigen groep, hè. Kieken wat. Ja, kieken wat wel. Doet dus dit jaar ook niet met de opdracht mee. We hebben echt geen tijd, want ja, we zijn nog maar met nog een keer 18 man. Kinderen allemaal bij, dus... het kunnen wel op mijn schuldertjes niet. Ja. En volgend jaar pakken we heel goed uit, dus dat gaat echt gebeuren weer. Maar dan beginnen we alleen mei, dus... Dat mag je ook wel. Ja, want dan moet ik coördineren, hè. Want dames willen allemaal wel wat, maar ze kunnen het niet. Nee. Dus dat schat ook niet op. En gooi je dan gewoon boom staan naar de school, juffrouw. Dit moet je doen, dat moet je doen. Nou, ik stuur wel aan, ja. Ik probeer wel zo van de mogelijk. Ja, ze hebben natuurlijk allemaal ook zelf een mening, natuurlijk, hè. Maar ik probeer wel zo van mogelijk, zoals volgend jaar ook, dat ik de boel wel een beetje... Zoveel stof, zoveel van dit, zoveel van dat. Maar daar heb je geen verstand van hebt. Nee. Dat schat niet op. Nee. Dat schat echt niet op. Dus ik... Want dit jaar zitten we gewoon op de tribune. Dus wel allemaal in kleding. Hè, en maar allemaal gekocht dit jaar. Maar ik ben niet zo van het kopen. Hè. Ik vind het niks. Vorig jaar die schaatspakken ook, hè, maar allemaal klunen. Hè. Op zich is dat leuk. Maar het is niet, het komt niet van binnen, nee. Snap je? Je hebt er een heel ander gevoel bij. Ja. Als je het zelf hebt gemaakt, is het... Ik zeg, en ik gewoon ook niet zo strak... veel trotser op rond, hè? Ik zeg, gewoon niet zo strak schaatspak lopen, hè. Dat vertik ik. Dus we hebben als die Friese vrouwen nog gewoon. Ja, dat was mooi. Schoppie. Ja. Nou, dat vind ik dan leuk, weet je wel. Maar ik ga niet meer in het... Nee, daar heb ik geen zin meer aan, dus dat doe ik ook niet. Ik vind het niet bij mijn leeftijd passen, dus dat doe ik dat ook niet meer. Ja, dat stond ik niet over hem, nee, dat stond ik niet over hem. Oh nee, dat stond ik niet over hem. Maar ik ben net bij 64 gepasseerd, dus net de 64 ook niet bij. Maar viert Nelle ook carnaval? Ja, ook al jaren. Ja. Ja, sinds ik in Zwolle woon. Ja, ik ben eigenlijk ook van Zwolle geboren. Even weg geweest. Maar ja, het zit er wel in, het zit in het bloed. Ja. Ja, en bloedclub werd niet gaan kan. Zo is het. Dus dat werd weer gewoon. Was weer gewoon ouderwets carnaval vieren. Vijf dagen. Ja, wel 5 dagen volgens. Nou, ik denk 4. Ja. Nee, die 5e dag die trek ik meestal niet. Nee. Volgend jaar met hem trekken, want dan zit hij in het hof en dan ben je deze avond ook aanwezig geweest. Ja, maar dat is pas s'avonds. Overdag ook. Ja, het begint vanmiddag om 2 uur af. Weet je, overdag gaat het lekker bij zoals café zitten, dan hebben ze dat niet aan. Ja. Dan zeg ik, nu doe je maar even mijn warme chocolademaker een slag om. Dan zit ik daar onder dat ding en moet ik ook letten, want ik val zo in slaap. Dan val ik zo in slaap, want dan is het zo lekker warm. Ja. Weet je wel. En die jongen die bent er wel bezig met allerlei dingen, ik vind dat gezellig. Ik vind het hele carnaval leuk. Ik geniet daarvan. Ja. En dat heeft zij ook. Ja. En dan neem ik ook aan mee, hè. Ze is mee geweest naar de zittingsavond. Ja. Even introduceren, hè. Ik zeg, ja, waarom doe een... Ik heb een opvolger. Ik zeg, ik heb niet aan hoeveel vormen, maar ze is het wel. Ja. Ja? Ja. Maar
Maar ja, zolang Margriet het kan, dan doen we het samen, hè? Ja. Want het is veel te leuk om dit samen te doen. Ja. Ben je altijd hier? Ja. Ik kom altijd bij Margriet. Want dus je hebt niet iets van, ik heb thuiswerk? Ik heb huiswerk, ja, mee? Jawel, maar thuis hoor, heb ik ook een ruimte. Dan kan ik het ook prima, maar ik vind gewoon de gezelligheid. En het is voor Margriet ook wat makkelijker. Hè? Ik kan niet van Margriet vragen om elke keer mijn kant op te gaan. Ik fiets zo vanuit school, fiets ik zo naar Margriet toe, want dan is ze al lang op. Soms staat ze om 6 uur al op, zit ze al achter dat ding te naaien. Dan ben ik aan bezig. Is ze helemaal gek, maar goed. Ik ga niet dat doet ze. En dan kom ik hier en dan staat de thee klaar. En dan gaan we eerst even lekker kletsen en dan zijn we wat zullen we doen. Ik dacht dat Margriet niet zo van kletsen hield, dus meer van antwoord. Ja. Nee, op dat ding. En, ja, naaien en kletsen, dat kan ze. Ja, kletsen ook. Maar ik ga naaien en kletsen tegelijk. Ja, dat is multitasking noemen ze dat, hè? Oh ja? Ja, dat kun je vooral om je kunnen dat. Die wil nog wel eens heel verhaal vertellen, dan matchen we niet verder weer. Oh. Ja, dan matchen we niet het verhaal weer wat. Dan treed hij wel op van de deur, hoor. Nee, daar zag ik niets van. Ze begint vanzelf wel verder, dus dat is niet zo moeilijk voor. Dat komt allemaal goed. Nee, en hoe lang het nog gaat doen, dat zeg het me. Nou ja, ik hoop het nog heel lang. Jongens, zijn nog een gegeven moment een poosje volhoudt. Ja. Maar over 5 jaar moet er een nieuw prinsenpak komen. Nou, die moet je nog maken. Die moet ik zelf maken. Ja, dat wil ze. Ja, dat wil ze graag, hè. Ja. Dat toch was zo leuk is. Mijn laatste prinsenpak is wat ik dus nog maak. Nou ja, je hebt mijn maat op begin. Ik heb je maat niet, jongen. Maar die waren veranderd toch, hè? Maar snap je wat ik bedoel? Ja, gaan, maar het is geen probleem, want ik kan zijn met een jeugdpak aan de gang, hè. In feite is dat precies hetzelfde. Alleen wat... Ja, hè? Ik heb nou dan nog met... Indy? Nee, met... hoe heet dat nou weer? Die Bas, maar... Zonder? Nee, die de vuur zat. Die eerste prins zou worden. Oh ja, van Pitbulls. Remco. Ja. Ja, dat was op zich ook wel weer een heel verhaal, want dat past wat ik heb, dat past Remco niet. Dus ik heb een heel nieuw prinsenpak gemaakt voor hem. Ja. Ja, en we gaan het helaas. En 3 weken van de vuur kreeg de huur van Margriet, het ging helemaal niet deur. Ja, want die jongens zijn heel slecht. Ja. Ik vond het wel leuk dat Bas het was. Ja. Ja, ik echt. Je hebt nog meer begrepen. Ja. Niet Remco was meer dit, maar Bas is meer. Nee, je wilt niet weten hoe ik dat Bas heb veranderd. Hè? Nou. Godenonderen, jongens, want ja, het is naar de sneeuwbonen, hè? Ja, dat doe je al. Hoppakee. Maar dat doe je dus op de avond zelf. Nee, we hebben het niet. Nee, is aan 3 weken de tijd. Nee, ik weet nooit wie het is. Hè. Nee, bedoel maar, je weet al pas op de avond zelf van ik moet in dat uur moet ik dit doen. Nee, dat doe ik niet. Ik zie dus door dat het pak redelijk zit, dus, hè, want hij heeft het pak van Sander nog aan. Ja, want het kon niet anders, want als ik dat pak van Remco had moeten veranderen, nou, dat kun je niet voorstellen, dat was zo'n pak. Ja, ja, ja. En toen zeiden ze van, dat doet de nieuwe hoogheid, doet het pak van Sander aan. Het is wel iets te wijd, maar dat vind ik niet erg, want achter een boom binnen, want ik moet altijd naar boom toe, hè. En dan zeggen ze, hof. De hofmeester, dat ging allemaal heel officieel. Ja. Maar ik kwam die deuren binnen en Dennis Otterman, Happy, die zegt tegen mij, heb je enig idee wie het is? Ieder jaar weet ik het niet. Ik zei, ik heb geen flauw idee. En toen ging de deur los en ik kon naar binnen lopen. En toen werd Daddy Cool gedraaid van Bonnie M. Oh, ja. En Bas en ik hebben altijd Daddy Cool samen gedaan. Het is Bas! Het is Bas! Ondanks dat ik toch een heel dubbel gevoel had met Remco. Ja. Toen dacht ik van, oh, het is Bas weer wel. Dus nou, dat kwam aan, hè? Moeders zeggen, was hij nu meer maar moeders. Ja. Hoe vind je dat, weer? Zo, jongen, wat vind ik dit geweldig. Op dat moment was ik Remco helemaal niet vergeten, hè? Tot dat moment dat die trap afliep en gewoon dat hij om 10:30 was overleden. Ja, ook nog zo. Ja. Ook nog zo erg. En dan heb je toch zoiets van, toen was het toch wel even dubbel, hè? Ja. Maar ik sta volledig achter dat jongen en dat het echt is. Ja. Het is een lekker jong. En ja, ik ken hem natuurlijk ook al toen die Dionysos prins was, hè. Die heeft de luiers aan het doen. Dus, ik ken die jongen dan wel. Ja. Van buiten. Nou, wat zou ik ook maar vragen, of niet? Ja, dat heb je al besproken. Ooit met dat besproken. Over dat pak te maken, hè. Ja, nou, op het moment dat hij pak aan had, ja, er zitten allemaal elastieken en hebben die niet weer het kloos gaat in elastiek. En dan ben ik aan het trekken, aansnoeren, weer wat. En dan
dan blijft dat even zo en dan de week na de zittingsavond kunt de hoogheid even langs en dan maak je het hele pak helemaal pasklaar, zoals het moet. Pasklaar. Ja. Maar ik kan dat nooit op het moment van achterbinnen, dat lukt me niet. Nee, dus die tijd is te kort. Die tijd is mee te kort, ja. En dan met een emmertje, nee, dat werkt niet. Maar ze bouwt alles in, hè. Ze weet overal rekening gewoon mee te houden. Als de benen te lang of te kort zijn, dan zit er gewoon van dat kinderelastiek zitten. Kun je allemaal weer optreffen, dan trek je ze weet het allemaal. Op. Dat veel werken zijn Bastiaan, maar je vindt die broek toch iets te kort? Ik zeg, nou. Doe maar wat lager dan. Ja. Doe maar wat lager. Nou, dan knip je los en dan zag ik een 2 centimeter of 2 de knoops gaat me weer wel. Ja. Nou, en dan zit de broek weer goed. Er zijn me altijd wel wat hoor. We willen ook wel soms cijfers, hè, die jongen. Toch hoor? Ja. En ze liepen zo vriendelijk. Ja, maar met kleine kinderen. Denk dan hoor, want we hebben allemaal nu zijn. Nou, ze lezen het toch gewoon. Nee, dat is gek hè. Maar mij niks ziet. Ze weet niet hoe ze een majoor aan moeten trekken. Maar ze ook naar me helpen. Je hebt maar nood aan de leven met witte majoor aan het trekken. Ja, dat duurt bij ons, hè. Ja. Nou, dan leg ik zuid, dit moet zus, dat moet zo. Het is een heel ingewikkeld pak ook nog. Dat is ook zo, hè. Ja. Het is een ingewikkeld pak. Dat moet de volgende keer iets anders. Nee, wat is die moet ik 12 hebben. Dat moet ik 3 jaren doen. En, nee, je komt er wel weer uit. Je komt er wel weer uit. Ja. Het is van elke keer nu daar. Het is iedere keer. Ik heb alleen van de week gezegd in de bussen. En Wim krijg je hier een brink, is ook een oud prins. Ja. Die maakt de steen. Die ontwerpt de steen. Dat doe ik dus niet. Ik ontwerp het pak. Tenminste, ik heb er wel niet een aantal procent. Want Dennis zit er ook in en Wim Kleinierenbrug zit er ook in. Dus we doen met z'n drie. Maar als ik iets mooi vind, dan brief ik niet in weer. Dus zo werkt dat dan. Hè? Ja. En was ook mijn Persenpak, weet je wat? Ik kom mee wezen, ik zie dat Persen, jubileumpak. Nou, iedereen denkt wel blauw, of het werd blauw met geel, of blauw met zilver. Nee. Ik zei, oh, wat vind ik dat Persen mooi, weet je wat? Nou, het hele vast nog wit van niks. Ja, nou uppakee, dus gauw Willem even mijn een foto gestuurd van de kleur. Dennis was gelukkig in Lelystad, dus die kwam ook gelijk naar Weesp toe. Ik ga naar Weesp, eigenlijk te stoppen met. Nou, hij zei, oh Margriet, wat is dit mooi. Ik zei, ja, nou, dan ben je met Tina aan de overkant, want er zit een hele grote van die dierenzaak, die heet Klein Vakhuis. Nou, en dan lopen, je wilt niet weten, dit is natuurlijk zo groot als om er is, maar mijn. Wat van een jongen van dat ding. Dus Valhalla voor de Nijsters. Voor de Nijsters, ja. Oh. Nou, en dan Dennis en ik lopen dat, ik zei niet met geen glimt zilver, ik vind van een ouderwets zilver hem. Al die retten, nou, kijk jongens, nou, en dan vind ik het, hè. Ja. En dan ben ik tevreden. Ja. En dan jongens Gambies, die stiet met te wachten, ja, die ging al niet met. Ze laat hij wel op buiten wachten, dat is Jan Frans. Zie je niet zoveel? Nee, nou maar ja, Jos zei op een gegeven moment wel naar buiten, want die is helemaal zat, want dat duurt allemaal verslagen natuurlijk, hè. Ah, dat is altijd lachen. Dat ben een leuke ding. Dat ja, maar dat zijn uitjes toch? Ja, dat zijn ook uitjes, hè. Maar ja, nou hebben we alles af voor 4 jaar in de slag. Maar hij zei, ik ga voorlopig niet meer naar Wees. Hij zat wel een dag gezuurd. Veel werk, hè. 14 jaar terug, hè. Laten we dus met Bas, want Bas moet ook een nieuwe outfit hebben voor buiten zien pakken bij mij, dus gewoon. Nou, die was er, die zegt, de hoogheid moet wel geduld hebben. Nou, die moet zeker geduld hebben. Want zij was er nog nooit de best. Ja, nou, die kreeg niet met. Die kreeg niet met. Ik weet precies waar alles ligt, weet je wel, door al die jaren, hè. Alsof zij niet al die vakjes langs vallen. En Bas, die keek ook even mee. Maar ja, maar ik weet waar ik wezen moet, hè. Ja. Dat is, jij wist niet waar je wezen moet. Ik weet waar ik wezen moet. Ik ben een keer met 4 meiden de west, met haar, die man, met Roblin, weet je wel. Nou, ik had een mobiele met. Die waren ook op de kant roepen. Ja, maar ze hebben allemaal weer met Michiel roepen, weet je wel. Dat zijn wel de leuke dingen, weet je wel. Ja. En dan gaan we in Amsterdam en we zijn naar Albert Kuiperwest en dat was een weer een groot feest. Ja. Genieten. Ja, gewoon genieten van alles. Ja. Nee, ja, die, ja. Ik kreeg allemaal al die carnavalsverenigingen die hebben we wel aan het houden, hoor. Dat meen ik echt. Nou ja, ik denk dat de menige carnavalsvereniging ook jou wel hoog in het vaandel zien staan. Ja, heel veel. Ik denk dat ze allemaal wel een keer te maken hebben gehad met Margriet. Met Margriet, ja. En Margriet doet nou wat rustiger aan, hè. Heel verstandig. Ik concentreer, alle dansmarieven doe ik ook niet meer. Dus alle kleding verzorg ik niet meer. En dat hebben ze weer andere vuur. Alle hofkleding, maar ik had ook alle rockkostuums, alles heb ik in de ogen gaan zeggen.
langzamerhand afbouwen. Uppakee. Margriet Bruining doet dat nu. Nou, en Elvira en Anita die doen de dansmarietjes nou. En bij de kleintjes loopt ook alles gesmeerd. En ik denk, ik moet een beetje af gaan bouwen. Ja. Ik doe het nu alleen nog maar wat ik leuk vind. Oh. En dan ben ik hartstikke druk. Is dat mooi. Je nog genoeg voor de schipleiding hebben. Ja, maar het is een passie. Het is, het is, dat kan je niemand vertrouwen. Heb je nog kritische vragen? Ik denk dat we het meeste allemaal hebben. Want ik denk dat Wiegler, die zit met de doem in de mond. Die weet ook niet meer wat hij, die weet straks niet meer wat hij mag vertellen. Oh, dat pak voor een meisje. Ook nog? Ja, en dat Wiegler nog steeds dat pak, dat weet ik zeker. Ja, dat voelt nog wel eens aan. Nou, Wieger, je weet het, hè? En Wieger? Zondagmiddag op de Vendag. Wieger, je weet het, hè? Dat, dat pak dat bij zondag mijn man trekt op de Vendag. Dat pak wat Margriet van Roelen heeft. Ja. Dus, Waar is wie zal ons zien? Waar is zondag dan? Zondag heb je onze Vendag. Je hebt zondag heb je Kapellenfestival. Smiddags in de Biathlon. De nieuwe Biathlon. Ja. Dat is van 2 tot 5. Ja. En om 5 uur stopt het, het Kapellenfestival. En dan gaan wij naar de. Naar de kleine derde, of hoe heet dat ding? Ja, de derde, de kleine die erachter. Ja. Ja. En daar hebben wij onze Vendag. Daar kunnen de mensen ons bezoeken en dan kunnen ze lid worden van ons. En, handtekening vragen aan ons. Maar dan hebben we een, hoe heet dat? Oh, dat is ook lid worden van jullie. Dat kan, want het is, ons logo is. Voor een dientie bij ons vriendie. Ja, ik nam niet in de pad niet. Nee. Ik heb net geen mensen pakken. Nee, dat is ons logo. En dan kreeg je zo'n mooie grote. Oh, die heeft Bas ook. Die Bas ook. Ja, die is ook geliefd wel. Want dat was geloof ik al op de prinsenfoto, toch? Ja. Dat Bas werden ze wel of niet? Nee, bij de moederwappers toen. Direct bij die. Oh ja. Promenade. Dus, nou, en dan hebben we 5 tot 7. En wat live muziek heb je. Met artiesten erbij. Dus als jullie naar het Kapellenfestival gaan met Emblem. En de Bommerdol. Maar ik ben er niet. En de Bommerdol-cup. Ja, maar ik ben er niet. Oh, dat is jammer. Ik heb zo verder waarom dat ik een maffiafeest. Mijn schoondochter werd 50. Dat moet, mag niet op de film, hè? Zaterdag, jawel, dat mag niet. Dat weet ze toch nog niet? Nee, maar binnen die naar Sassendoor TV kijkt. Dat valt niet met in. Ja, niet aan Jaansen, dus die heeft er helemaal geen belang mee. Nee, maar ja, ze mag het niet. En Zaterdagavond. En mijn dochter die komt. Het senioren. Voor het feest. Ja. Maar ze had het recht helemaal verstand brengen. Dat deze moeder is wel naar Björn gaan ervan gieten. Dan gaat ze hier maar alleen in de kamer zitten met haar vriend. Maar ik bleef er niet voor thuis. Eigenlijk wij. En zondag hebben we brunch, hè? Ja. Maar de dames zitten. Heren zitten. Ja, maar ze hebben die gewoon ergens anders zitten. Ja, maar jullie hebben om 3 uur de boek toch al wel vol. Er wordt wel tijd voor een dameszitting in plaats van een herenzitting. Nee, er moet geen dameszitting komen, dat vind je me niet. Nee, dat verging, hè. Ik heb niks met die dames. Dat is een perfiere west, nou, het was in me niks. Dus, en dan ben ik verplicht om mijn zwarte gang. Nou, dat hoor je zin niet. Nou, we zeggen nog één keer tegen Wiegel zijn al. Wiegel! Zondag te pakken. Ja, Wiegel, zondag te pakken. Die kan controleren. Leuk. En dan ja, breng je er een end dan. Ja, was het nog? Ja, wie brengt er een end dan? Margriet, die neemt er een end dan? Ja. En wie brengt er een end dan? Margriet en El? Ja. Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik ook. Ik denk dat het heel verhelderend is. En dat mensen ook eens een keer weten van. Wie nou is? Ja, vind ik ook belangrijk. Voor mij is het ook belangrijk. Dus je kent ze allemaal wel. Ik ken ze allemaal wel, maar dat is het wel belangrijk natuurlijk. Maar dus, ze is goed ontvangen en ze wordt goed opgenomen. Nou mooi. En dat is heel belangrijk. Ja, dat vind ik persoonlijk heel belangrijk. Nou Wiegel, wie heeft er een hand aan de breed? Wie pakt de kroon in? Wie pakt alles in? En trapt hem af. En wie? Toppie. Nou, uit. Oh, dit was het dan weer. Tot de volgende keer.